Hallo, I'm back. Oh, dit is een vlog. Hallo allemaal, en leuk dat je kijkt naar nou weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Showtracks, de enige echte. Nou, wat ben ik een tijd weer weg geweest, hè? Ik had er uh, echt helemaal geen zin in, maar. Ja, echt stoppen met YouTube wil ik niet. Want ik wil af en toe toch wel eventjes lekker even kletsen. En wat is er een hoop gebeurd de afgelopen tijd weer. Uh, Planet Coaster, de datum is eindelijk bekend. Gaan we de volgende vlog, gaan we het daar meer over hebben. Over uh, Planet Coaster 2. Ja, ik heb niet uh, al die beelden heb ik allemaal. Want uh, ja, onbekende YouTubers zoals ik... Uh, ...maak er geen kans, ...die mag er geen twee uurtjes... Uh, uh, ...een spel uitproberen... ...van... Uh, ...ja, van de programmamaker... ...van Frontiers... ...dus ja... Uh, yeah, uh, ...je zal het uh, alleen met... Uh, ...praten... Uh, ...zo in het... Uh, uh, ...ja, zal ik de vlog moeten maken... ...helaas, maar wat is er nou ook gebeurd... ...ik ben in ieder geval weer terug jongens... ...ik wil toch wel weer gaan streamen en zo... Ik heb het streamen echt ontzettend gemist. Uh, ik wil toch ook weer GTA gaan spelen, net zoals vroeger GTA 5. Uh, moet de PlayStation nog even kijken hoe ik de PlayStation weer in orde kan krijgen. En dan wil ik eigenlijk toch ook wel weer GTA 5 gaan live streamen, want dat heb ik ook best wel heel erg gemist. Dus, um, ja, genoeg uh, op de planning in ieder geval. Ja, uh, aankomend weekend uh, is er 100% Autolive. Die slaan we even dit jaar een keertje over. Dus, we hebben dit jaar geen, uh, uh, geen vlog van 100% Autotuning uh, van de 100% Autolife. Ja. Uh, ja Zou je het erg vinden? Ja, meestal, elk jaar is het eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Hè? Dus. Uh, ja ik had eigenlijk zoiets van ik wil dit jaar eigenlijk even een keertje overslaan uh, ik heb ook geen mensen om er mee naartoe te gaan dus um, ja dan houdt het al heel erg gauw op moet je hier je uppie gaan nou, daar heb ik echt gezien in en uh, ja het is toch elk jaar een beetje hetzelfde dus uh, volgend jaar wil ik het eigenlijk weer gaan doen dan wil ik weer uh, 100% uh, naar 100% outdoor life gaan dit jaar slaan we even een keertje over uh, ja, Planet Coaster, dus, dat uh, ga ik dus een hele video van maken. Uh, de volgende vlog, dan gaat helemaal over Planet Coaster 2. Uh, ja, Dans Macabre. Uh, daar hebben we uh, wat dingen over gehoord van de Efteling. Uh, die komt uh, binnenkort. Ja, ik uh, vind het een waardeloze attractie. Je um, zal er niet echt heel erg veel van zien van Dans Macabre op mijn kanaal. Want ja, ik uh, hou niet van... Harde attracties en deze attracties gaan weer, uh, gaat weer hard. Je krijgt een drop van uh, 10, 15 meter of zo, heb ik gehoord. Nou, dat is allemaal niks voor mij. Ik uh, vind het gewoon een, uh, een waardeloze attractie. En ik uh, zal daar dus niet echt dieper op ingaan. Uh, ja, ik ben geen wagels. Ik uh, vind het ook heel erg jammer dat ze het spookslot weghalen. Een spookslot wat voor iedereen was. En daar maken ze dan weer dansbekaberen van. Nou, vind ik. Uh, ja ik vind het gewoon waarloos. ik vind het gewoon echt een attractie vind ik het ik zal het even wegpiepen maar ik vind het gewoon een attractie um, ja helemaal niks uh, ik heb er helemaal niks mee met die attractie dus uh, ja ik wil toch wel weer ook weer gaan vloggen ik wil weer naar buiten gaan de camera meenemen de camera de camera meenemen en uh, weer gaan vloggen uh, ik wil weer gaan livestreamen ik wil gewoon weer Proberen om toch weer. Uh, ja. Gewoon weer de ouderwetse vlogs op te nemen. De ouderwetse livestreams te doen. Ik wil weer terug in de tijd. Ik wil weer terug naar GTA 5. Want dat heb ik echt ontzettend gemist. Het lijkt me echt wel weer leuk om weer GTA 5 te livestreamen. Uh, of dat ik dat alleen ga doen. Ja. Dat, dat weet ik nog niet. Er zijn er een hele hoop ook weggevallen. Van dat GTA clubje. Dus. Uh, uh, Houd er maar in ieder geval rekening mee dat ik in het begin uh, even alleen zal livestreamen. En dan gaan we later wel kijken wie er allemaal weer gaat invallen en bij gaat komen. Dan gaan we vanzelf gaan we gewoon weer. Uh, ja, ik wil gewoon weer langzaam opstarten. Dat is eigenlijk het, uh, hetgene wat ik graag weer eigenlijk wil gaan doen. Dus uh, ik ben weer terug, jongens. Ik ben weer terug en ik ga weer livestreamen. Dat heb ik, uh, dat beloof ik. En dat zal ik ook zeker doen. Decembermaand ben ik weer de hele maand ben ik vrij. Dus uh, decembermaand heb ik weer wat meer tijd om te vloggen. Ga ik weer leuke content maken. Uh, ja, het is nu echt wel tot Planet Coaster 2. Uh, ja, die gaat dus binnenkort uh, uitkomen. En dat is dus uh, 6 november, komt die uit? 6 november komt Planet Coaster 2 uit. En. Uh, ja, daar zit ik een beetje op te wachten eigenlijk. Ik uh, ben heel erg hyped ervoor. Maar dat gaan jullie allemaal in de volgende vlog gaan jullie dat allemaal zien. Allemaal wat ik uh, ja, allemaal uh, te vertellen heb over Planet Coaster 2. Ik bedank jullie even voor het kijken. Ik, uh, dit was even weer een kort vlogje. Maar jullie weten in ieder geval dat ik weer terug ben. En ik ga toch weer vloggen. Ik bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Dit is een veel beter, veel beter beeld. Ik had beter met mijn rug tegen de leuning aan kunnen zitten. Dan zien jullie wat meer van mij. Um, nou, als je dus abonneert, druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant en tot de volgende vlog. En die gaat binnenkort echt zeker weten komen. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi!